Welkom bij de eerste les over de Eerste Wereldoorlog. Die plaatsvond tussen 1914 en 1918. Ik neem dit op 23 september 2014, 100 jaar na het eerste begin van deze oorlog. De oorlog was een gevolg van 4 oorzaken en 1 aanleiding. Een van de oorzaken van de Eerste Wereldoorlog was het vormen van 2 bondgenootschappen. De bovenste foto toont het bondgenootschap van de triple entente. Frankrijk, Engeland en Rusland zijn aan elkaar verbonden door een vriendschapsband. Deze vriendschapsband wordt verstevigd als er ook nog een militair pact aan toegevoegd wordt, waarin ze elkaar beloven elkaar te steunen als een van deze landen wordt aangevallen bij een oorlog. Het rode kader staat om Duitsland en Oostenrijk-Hongarije heen en ook een stukje Italië. Deze 3 landen zijn ook verbonden met een bondgenootschap. Duitsland en Oostenrijk-Hongarije liggen centraal in Europa. Hun tweede naam, naast Triple Alliantie, is de Centralen. Hier zie je de aanleiding van de Eerste Wereldoorlog. De moord op de troonopvolger van Oostenrijk-Hongarije, Frans Ferdinand en zijn vrouw Sophie, op 28 juni 1914. Zij maken op deze dag een rondrit door de stad Sarajevo. Sarajevo is de hoofdstad van Bosnië. Bosnië herbergt heel veel Bosnische Serviërs en deze Serviërs willen hun eigen staat. Zij willen geen onderdeel meer zijn van Oostenrijk-Hongarije. Na de moordaanslag, waarbij beide personen overlijden, wordt er door Oostenrijk-Hongarije een ultimatum gesteld aan Servië. Dit ultimatum houdt in dat Servië moet toestaan dat er politieagenten uit Oostenrijk-Hongarije onderzoek komen doen naar de moord. En ze willen ook dat alle nationalistische uitingen, dus alle uitingen van liefde voor eigen volk of vaderland, om een eigen Servië te creëren, dat die stoppen en de mensen die dat uiten, dat die gearresteerd worden. Servië wil geen bemoeizucht van Oostenrijk-Hongarije op zijn land. Dat is natuurlijk begrijpelijk. Ze hebben hun eigen politiestaat. Ze willen niet dat er een dader gevonden wordt alleen maar om een dader te vinden. Ze willen de echte dader vinden. Omdat Oostenrijk-Hongarije een ultimatum stelt aan Servië waar Servië niet aan kan voldoen, wordt er oorlog verklaard. En vanwege de bondgenootschappen moeten veel landen elkaar de oorlog verklaren, terwijl ze eigenlijk nog helemaal niet bij dit incident betrokken zijn geweest. En dit is het domino-effect. Een andere oorzaak voor de Eerste Wereldoorlog is de wens om heel veel kolonies te hebben. Hier zie je 2 landen strijden om landen op de wereld. Zij willen graag de laatste overgebleven kolonies zelf hebben. Aan de rechterkant, met een mooie piekelhaube, zie je Duitsland zich over de wereld heen buigen. Aan de andere kant zet Engeland zijn tanden in de wereld. Engeland heeft al heel veel kolonies. Duitsland wil graag kolonies. Een derde oorzaak voor deze wereldoorlog is de wens van de Duitse keizer Wilhelm II om heel veel schepen op zee te hebben. Engeland is juist als de dood voor deze oorlogsschepen, want Engeland moet als eiland zichzelf op zee blijven beschermen om een invasie te voorkomen. Ik heb nu 4 oorzaken met jullie op een rij gezet. 1. De bondgenootschappen. 2. Het nationalisme. 3. De wens om kolonies te bezitten over de hele wereld. En de 4e is de vlootbouw die de Duitse keizer laat plaatsvinden. De oorzaken hoeven niet per se tot een oorlog te leiden. Maar het lontje in het kruidvat, de moord op Frans Ferdinand en zijn vrouw Sophie Čotek, dat is de aanleiding voor deze oorlog. Het ultimatum dat Oostenrijk-Hongarije aan Servië stelt, zorgt ervoor dat er wel oorlog moet komen. Oostenrijk-Hongarije heeft een bondgenoot, Duitsland, en zij verklaren als eerste de oorlog aan Servië. Servië, op zijn beurt, vraagt hulp aan Rusland. En Rusland, als bondgenoot van Engeland en Frankrijk, wordt op deze manier betrokken bij de Eerste Wereldoorlog. Duitsland wil heel graag de hoofdstad van Frankrijk, Parijs, innemen. Zij proberen op deze manier te voorkomen dat zij in een 2-frontoorlog terechtkomen. Namelijk 1 aan de kant van Duitsland met Frankrijk en 1 aan de kant van Duitsland met Rusland. Frankrijk en vooral België worden overlopen door het von Schlieffen-plan. Dat vertraagt echter omdat Engeland hulp biedt. De
British Expeditionary Forces, het BEF, komt België te hulp en de Duitsers redden het niet. Dit heet de race naar de zee, want ze proberen met elkaar naar de zee door te vluchten. De Belgen zetten het gebied de Westhoek onder water. Zij zorgen voor inundaties door dijken door te breken, waardoor de Duitsers niet op kunnen rukken. Dit is een van de redenen waarom er loopgraven gegraven zijn. Een loopgraaf is eigenlijk een dieper uitgewerkte schuttersput. Een soldaat zal eerst dekking proberen te zoeken voordat hij op de vijand kan schieten. Daardoor schept hij een hoopje aarde opzij en zorgt dat hij daar dekking achter kan vinden. Als je dagen achtereen in je schuttersput zit, wil je graag contact hebben met je medesoldaten. En zo hebben ze loopgraven na elkaar gegraven om dekking te blijven zoeken. Tussen de loopgraven van de vijanden loopt het stuk Niemandsland. Dat is het gebied waarover men de macht probeert te krijgen. Als dat overwonnen is, dan heb je de loopgraaf van je vijand bereikt. Je begrijpt dat op dit stuk Niemandsland er heel veel slachtoffers liggen die niet begraven kunnen worden, omdat ze niet meegenomen kunnen worden door hun medesoldaten om achter de loopgraven begraven te worden. Deze loopgraven hebben verbindingsloopgraven, zodat je van de ene naar de andere kunt lopen. Ze zijn niet kaarsrecht. Als er namelijk een mortier in een loopgraaf valt, zullen alle soldaten gewond dan wel gedood worden door de druk die de ontploffing van de mortier oplevert. Daarom zitten er kronkels in loopgraven. Dit zul je in Ypres ook zien. De loopgraven zorgen ervoor dat er ook heel veel bombardementen op vijanden worden uitgevoerd. Het landschap, wat eerst zo mooi was, vol met bomen en mooie akkers, wordt nu helemaal omgeploegd door die mortieren. Soldaten die al begraven zijn, worden op deze manier weer opgegraven en zullen nog een keer begraven moeten worden op een betere plek. Als er al een boom staat, is dit een plek waar meestal lugubere vondsten gedaan worden. Delen van soldaten of hele delen komen terecht in een boom. Op deze kaart zie je een gevolg van de vrede van Brest-Litovsk, die in 1917 gesloten wordt tussen Duitsland en Rusland. Rusland is in een burgeroorlog geraakt, de tsaar is afgezet en de Russen willen eigenlijk uit de oorlog, want ze hebben de soldaten die aan het front vechten nodig om in hun binnenland mee te doen aan de burgeroorlog tussen de Roden en de Witten. Duitsland gebruikt deze vraag om vrede door een enorm stuk van Rusland af te pikken en dat zich eigen te maken. Je ziet het gele stuk op de kaart wordt door de Duitsers geannexeerd, oftewel ingepikt. Duitsland kan nu al zijn soldaten naar het Westfront sturen. Gelukkig voor de geallieerden die daar vechten, Rusland is eruit. En nu moeten Engeland en Frankrijk samen met de leden uit hun kolonies daar verder vechten, gaat Amerika zich toch bemoeien met deze oorlog. Dat heeft te maken met de aanval op het vrachtschip de Lusitania, waar, ondanks dat het onder een Engelse vlag voer, veel Amerikanen bij zijn overleden toen het schip gebombardeerd is, en het zogenaamde Zimmermann-telegram. Duitsland heeft in dat Zimmermann-telegram aan Mexico gevraagd om mee te komen vechten in de oorlog tegen de geallieerden, in de hoop Amerika te kunnen verslaan. Mexico wil dat wel doen, maar het telegram waarin gevraagd wordt om deelname aan de oorlog wordt door de Amerikaanse inlichtingendienst onderschept en Mexico kan op deze manier niet meer meedoen aan de oorlog. Duitsland verliest de oorlog op het slagveld. De berichtgeving naar huis is echter zodanig dat iedereen in Duitsland denkt dat Duitsland gaat winnen. De regering weet echter beter en moet een verdrag gaan sluiten om vrede te gaan sluiten. Daarom wordt op 11 november 1918 de vrede afgekondigd. Met als begin een wapenstilstand op 11 november 1918 om 11 uur 's morgens. De vredesonderhandelingen vinden plaats in Parijs, in het Paleis van Versailles. Daar wordt onder andere aan Duitsland opgelegd dat ze een democratie moeten worden, schadevergoeding moeten betalen, dat zij maar een heel klein legertje mogen hebben en dat zij zich vooral ook moeten conformeren aan de landen om zich heen.
Elsass-Lotharingen, dat Duitsland in 1870 heeft ingepikt van Frankrijk, moeten zij teruggeven. Dit is voor Frankrijk een belangrijk onderdeel, want zij zien het als een historisch onderdeel van Frankrijk. Duitsland heeft het ingepikt, onder andere omdat er economisch gewin te halen was. Amerika heeft een bijzondere eis aan het verdrag van Versailles. Amerika wil graag dat er een zogenaamde volkenbond wordt opgericht, de League of Nations. Je ziet hier een foto van Woodrow Wilson, de Amerikaanse president, die dit plan opgevat heeft. Deze man wil heel graag dat iedereen lid wordt van dit verdrag. Helaas zal de Amerikaanse Senaat tegenstemmen. Woodrow Wilson is een democraat en de Republikeinen zijn tegen hem en stemmen daarom tegen dit plan. Het verdrag van Versailles wordt ondertekend door de Franse president Clemenceau, de Engelse premier Lloyd George en de Amerikaanse president Wilson, helemaal rechts op de foto. Onder deze foto zie jij een spotprint van het verdrag van Versailles. De rekening wordt gepresenteerd aan Duitsland. De Bobby, de politieagent, houdt de Duitse keizer vast en die zegt, ja maar ik heb niks meer. Hij heeft echter wel wat zilver in zijn zakken zitten. De Duitse keizer is, toen bekend werd dat Duitsland de oorlog zou verliezen, gevlucht naar Nederland en woonde tot zijn dood in de jaren 40 in het huis Doren. Dat kun je nog steeds bezichtigen, zodat je kunt zien hoe hij daar gewoond heeft. Op deze spotprint zit ook een man te lezen in een boekje waar League of Nations op staat. Dat is de dromerige president Woodrow Wilson van Amerika. Hij wil graag de wereld veilig maken voor democratie. De spotprint rechts, met de guillotine, is hoe Duitsland het verdrag van Versailles ziet. Niet als iets om een einde te maken aan de oorlog, nee, Duitsland wordt onder de guillotine gelegd en monddood gemaakt. Zij zien het verdrag als een dictaat, een opgelegde vrede waarin zij geen zeggenschap hebben. Zij moeten luisteren, tekenen bij het kruisje en worden dan weer in de gevangenis gezet. Duitsland ziet het echt als de nekslag. Deze spotprint geeft aan dat Amerika geen lid wilde worden van de League of Nations. Deze brug, waar België, Frankrijk, Engeland en Italië wel lid van willen worden, zal nooit een echte brug worden. De kloof na de oorlog zal blijven bestaan, want Amerika wordt geen lid van de League of Nations, van de Volkenbond. De belangrijkste steen, daar zit Uncle Sam tegenaan. Uncle Sam is het symbool van Amerika, US Uncle Sam. Op deze dia geef ik je aan wat de gevolgen zijn van het verdrag van Versailles. In Amerika en Engeland werd het leven heerlijk. De Roaring Twenties braken aan. De tijd dat iedereen veel plezier kon maken, veel geld verdiende. Duitsland echter was een land waar weinig geld verdiend werd. Het was een voedingsbodem voor Hitler en zijn Mein Kampf. Amerika verdiende zoveel geld dat zij Duitsland een lening gaven om hun schulden aan Frankrijk en Engeland te voldoen. Omdat Amerika een rente vroeg op deze lening, was het voor Amerika ook een winstgevende onderneming. Frankrijk en Engeland konden weer goederen kopen in onder andere Amerika, waardoor ze aan beide kanten geld verdienden aan deze geldstroom. 1. Rente en 2. Goederen die weer gekocht werden in Amerika. Daardoor verdienden de Amerikanen goed. Daardoor kon de economie daar beter worden. Echter, de Amerikaanse economie was ook gebouwd op aandelen. En deze aandelen waren soms wel slecht. En omdat er veel meer lucht verkocht werd, omdat men dacht dat de economie maar wel bleef groeien, terwijl dat niet meer zo was, klapte eind oktober 1929 de Amerikaanse aandelenbeurs in elkaar.